RSC Anderlecht News, presented by bwin. On doit régir maintenant. On a eu toute la Belgique contre, ok. On a reçu des coups et tout ça. Mais si tu sais pas jouer avec au s'entraîner Anderlecht contre ça, ça veut dire que tu ne dois pas faire ici. Pour ça, on est là, on doit réagir. Ik vond vandaag mijn groep zeer, zeer gedreven. Echt zeer gedreven. Maandag was het moeilijk. Dinsdag zijn ze vrij. Gisteren was een normale dag, opstartdag. En we hebben twee keer getraind. Die jongens die moesten twee keer trainen, hebben ze heel scherp getraind. Maar vandaag was de hele groep heel scherp, heel geconcentreerd. Dus ik hoop dat zij die scherpte en concentratie houden tot zondag. Daarom ik zeg van over een week of twee gaat leven totaal misschien uit anders eruit zien. Want die andere ploegen die voor ons staan of met ons, achter ons, die hebben ook hetzelfde programma als wij. Dus alle dingen op de zijkant staan, dat wij toch supporters hebben met ons, mij zondag. Want die zijn zo belangrijk, je ziet voor de spelers. Als de supporters achter onze ploeg staan, dan krijgen die spelers krijgen ook een boost, een adrenaline mee. En dan kunnen ze ook verschil kunnen maken. Dus ik hoop het, ik zeg het, de prestaties tegen Oostende, niet goed praten. En wij verdienen dat niet. Maar ik hoop dat het ook, ik hoop op hun steun.